over naar de gasten bij mij aan tafel. En dat zijn Ralf en Koen, oftewel Dr. Brass. Ik heb geen recept aangevraagd. Heb ik dat nodig, nog een bepaald doktersrecept nee, of zo? Nee. Ralf, te beginnen, wat zijn de ingrediënten voor een goede set van Dr. Brass? Energie. Een goed stukje muziek. Misschien een pintje. Hey, maar jullie moeten spelen natuurlijk, ja. Dus dan handen vol, hè? Nou, handen vol. We drinken wel eens wat, maar het gaat vooral... het zijn jongens die heel goed kunnen spelen en die de energie heel goed over kunnen brengen, denk ik. Want hè, wat jullie dan zien is de Botanist Brass Band Stage, heet dat, hè Koen? Waar jullie hebben gestaan, maar jullie kunnen ook aan de wandel en dan kun je ook gaan spelen en de boel veilig maken, toch? Werkt ook. We kunnen alles. Het maakt helemaal niet uit. Het liefst zelfs nog niet op een vaste plek. Als je ons een beetje vastketent, dan... Worden jullie onrustig. Een beetje recalcitrant. Levert ook wel mooie momenten op. Ja, ja zeker. Maar dus dan zie ik jullie zijn met 8, 9? 8 man. En is er wel een soort tenue de wil? Wat doe je aan voor een show? Nou ja, wij dachten dus dat we op de radio zouden komen. Dus we hebben... Dus we hebben ons voor de gelegenheid aangekleed. Toen kwam er opeens een visage achter ze aan. Prachtig mooi tenue hebben we. Dat is nieuw dit jaar. Vertel Koen, hoe zie je er normaal uit? Hoe zien we er nu uit? Nou, we hebben hele mooie giletten. We hadden nog stropdassen van vorig jaar. Die waren nog steeds goed. En we hebben nu zelfs... Ralf, laat die broek eens even zien. Ja, sorry. Dat is ook... Ja, we doen zo'n omgekeerde strip die dames en heren. De Dr. Brass broek. De Dr. Brass broek. Ja. En de Dr. Brass schoen. Ja, ja, dat is ook, ja, ook mooi. Ook nog. En allemaal dezelfde. Er zit geen merkje op. Ze lopen voor geen meter, maar we hebben ze wel. Ja, nou. Dat is te gek. Dus dat ziet er dus strak uit. We hebben dus een mooi clubje mannen, allemaal met een blaasinstrument ook nog. En wat is dan het idee? Spelen jullie dan... Gaan we terug naar jaren 20 New Orleans? Nee, hè? Ja, nee, het mooie van het bandje is, het zijn allemaal heel veelzijdige muzikanten. Het overgrote deel heeft gestudeerd. We kennen elkaar van het conservatorium van vroeger. En dat is ook de reden dat we het bandje zijn begonnen, want we wilden bij elkaar blijven. Hè, eigenlijk zijn we het bandje begonnen voor de lol. Dat is meteen al misgegaan, want het eerste jaar hadden we meteen al 20 optredens staan. Ja, het bond werkte lijken. Heel, ja, nou ja, soms wel. Maar om op je vraag te... Ralf heeft genoeg werk. Zeker. Zeker. En nodig ook. Maar, nee, om op je vraag terug te komen. We spelen liedjes van... we spelen Sunny Side of the Street van Louis Armstrong in een modern jasje. Ik haal het woord, maar ik noem het toch maar. Yeah. Maar we spelen ook hedendaagse popmuziek. Oh, en alles wat ertussen zit. Eens eventjes kijken hoe dat bijvoorbeeld een klassieker als Ain't Nobody dan kan gaan klinken in de Dr. Brass uitvoering van vandaag. Echt waar? God. En dan zit hij gewoon zichzelf keihard uit te lachen. Koen, ik weet niet, dat was toch gewoon goed? Ja, maar ik vind het toch hartstikke leuk. Ja, het ziet er toch goed uit. Je hebt mensen plezier bezorgd vanmiddag. Jazeker. Maar het is wel raar om jezelf dan zo terug te zien. Ja, dat hebben we een paar uur geleden gedaan, joh. Ja, zo klonk het dus in ieder geval. Maar het kan ook Lady Gaga kan, Adele kan. Adele spelen we een paar stukjes van. Ja, Jason Mraz hebben we nou een paar stukken van. Ook Incognito, hè. Dat is meer de jazzy... Jazz heet dat volgens mij uit de jaren 90. George Michael. Gek. Ja. Leonard Cohen doet het altijd. Altijd maar goed. Maar welke doe je dan? Doe je Halleluja? Of, ja, allicht. Ja? Is eigenlijk nog op verzoek van Nathalie. Van Nathalie daar. Nathalie daar heeft nog... Niemand van jou, hè? Heeft er nog... Heeft speciaal nog aangevraagd vanmiddag. Oh, die wist gewoon dat Dr. Brass die had het vanmiddag gehoord en toen de derde set kwam ze naar ons toe van... Hey, wil je dat nog even doen? Ah. En wij zijn hele lieve jongens. Wij zijn de moeilijkste niet. Nee. Zit het er dan voor vandaag op of is het zometeen jullie snorren de rest op en dan allemaal weer je mooie giletje aan en jullie gaan nog even de straat in? Nee, er zijn een paar jongens. Eentje van ons die moet vanavond met de luchtmacht weer spelen op Spanjaards Gat. Koen moet vanavond weer met Soul spelen op dus een James Brown-achtige stukken. Ik ben vrij toevallig vanavond, maar morgenmiddag moet ik weer dus. Yeah. Jij wil echt de jazz horen nog? Ik wil echt de jazz horen vanavond. Nee, ik kom niet naar hem luisteren. Nou, volgens mij het gaat door tot 1 uur, dus jullie kunnen nog... Al werkend of al genieten nog van alles doen. En, zeker. Nou, blij dat jullie onderdeel waren, want van alle jazzfestivals, jullie hebben er een aantal al gezien. Maar heren, dank jullie wel. Nou, en wees samen, koop de giletjes en koop nieuwe schoenen. Want
anders dan gaat dat niet te werken natuurlijk. Ja, dat is echt zo'n vrouwending ook. Van, ja, het staat enig, maar het zit nog beter. Dat hebben zij ook gekocht. Nee, doe maar niet. Ik ben echt alles kan. Nee, ook niet. Breda Nu.